Uit de popcorn. De lijn draait zit er doorheen. Ja, maar je kunt er iemand dat je niet weet. Kun je dat niet opschrijven? Kun je het kijken? Op het modelletje. Ja, maar je kunt er meer tegen. Ik zeg waarschijnlijk. Ja, wil je even een indruk hè, van achteraf? Liefst. Test 1. Het stereo-effect. Blijf jij staan? Ik blijf staan ja. Hoor. Ja. Dan loop ik nu Edgar Velsen van links naar rechts. Erg leuk. En nou al pratend? Gewoon een zinnige tekst. Okay. Weet je, echt een pakkende tekst. Echt iets waar je wat mee aan kan. Ja. Zo'n gedachte, weet je wel. Voor onderweg, zullen we zeggen. Oh, wacht even. Ik probeer nog even de microfoon. Ik druk nu het knopje in. En nu zou ik dus wat harder moeten klinken. Ik weet het niet. Ik druk hem nou weer uit. En nu ben ik weer gewoon te horen als goed is. Ja. Oké. Okay. Bijzonder fijn. Het gaat als volgt. Dit keer de digitale stereo-registratie van deze camera testen wij met test 2. We lopen van links naar rechts en we lopen weer van rechts naar links. Bijzonder fijn. En we hopen dat het in de test uitkomt. Even klappen. Ja. Even de low cut filter aan. Ja, oh ja, dat is ook wel aardig. Hè. Nu staat hij aan, hè? Waarom geeft hij het linker kanaal? Oh, nee. Oh, hier is die draai ding. Op groen staat die automaat. Wacht even. Maar dat maakt niet uit met deze microfoon, hè? Nee hoor. Maar waarom zit er een low cutter filter op? Die hoort toch een kaart via afspraak. Wat? En heb je hem nou auto niet? Ja, dat is goed om dat ding daar.